Eigenlijk moet je daar helemaal niet bij nadenken. Als je de plek hebt, dat is natuurlijk ook een dingetje, als je de plek hebt, moet je dat altijd doen. En het grote voordeel daarvan is dat je niet eerst iemand anders moet bellen om een afspraak te maken met de klant, geld erbovenop, ertussen zitten, dat soort dingen. Hoeft allemaal niet. Je neemt het gewoon zelf aan en alle centen die je ermee verdient, die zijn voor jou. Hey mensen, lekker dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Vooral uw takkenwerk. We staan hier met de bus en ophefplaten bij deze stronk hier. Met onze stoppenfrees. Stronk aan de bovenkant. Let op hè. Een klant kan wel opgeven stamdiameter een centimeter of 40. Maar dat betekent niet dat hij dat daar beneden ook is. Daar is het natuurlijk een stukje groter. Maar deze gaan we eruit frezen, zodat hier de oprit aangelegd kan worden. De opdrachtomschrijving van vandaag is als volgt. Het freeswerk uitvoeren tot ongeveer 20 centimeter onder maaiveld hoogte. Het freespulp blijft standaard bij ons achter. Dus dat laat ik vandaag hier ook achter. Daar zal de schoeiing mee opgevuld worden. Ik ga de stoppenfrees op laten warmen. Even de motor warm laten draaien. Ik laat een timelapse lopen, dus die laat ik straks jullie zien. En dan gaan we deze stronk eens even verwijderen.
Ja, beste mensen, zo snel kan het gaan, hè. Zo staat er nog een stronk en 10 minuten later, want daar hebben we het over, 10 minuten. 10 minuten later is die gewoon weg. Even een paar dingetjes, de bijtels zijn redelijk scherp en een gedeelte van deze stronk was zeker rot. Dus hij staat hier al een flink tijdje. Dus dat waren wel twee dingen die vandaag in mijn voordeel werkten. En ik ben op mijn eigen dorp aan het werk, dus ja, van thuis naar uit en weer thuis, half uur. Ja, en zo komt er bijna, bijna een einde aan deze video. En ik zou alle boomverzorgers en zeker de hoveniers ja, toch wel aan kunnen bevelen om een stoppenvrees in je schuur te hebben staan, of in je bus of wat dan ook. Want het is super makkelijk om heel snel een stronk te verwijderen met een stoppenvrees. Heel veel aanvragen die ik krijg om alleen de stronk te frezen, hè, dus niet een boom verwijderen inclusief het verwijderen van de stronk, maar alleen een stronk verwijderen. Die zorgt waarschijnlijk al jaren voor ergernis bij de klant. Of, en dat gebeurt ook heel vaak, dat hij al een klein beetje uitgegraven is. Ze hebben al wat wortels doorgehakt en er is nog steeds geen beweging in te krijgen. Nou, ga ervan uit, ze hebben er al uren, misschien wel dagen aan besteed om het ding uit te graven. En dat lukt maar niet en dat lukt niet en stoppen er maar energie in en mensen krijgen er maar niks voor terug. Ja, dan komt er eentje met een stoppenvrees langs en in een kwartiertje is die klaar. Of een half uur of een uur of wat dan ook. Ja, dat is een stoppenvrees. En het model wat ik heb, dat is zo'n ding wat je bij Bulls kunt huren. Weet je, op Marktplaats staan ze voor, weet ik veel, 2000 euro. Als ik het heb over 2000 euro, let er wel even op. Hè. Ik heb het over die machine waar ik het mee vrees. En dan tweedehands op Marktplaats. Als je ze nieuw koopt, weet je... Krijgen we nou weer. Hé, hey. Wat is er? Moet jij er open? Kijk maar even. Hallo. Ga eens even, baasje. Hup, wegwezen. Hey, dan heb ik het over mijn machine. Mijn machine, tweedehands op Marktplaats, 2000 euro. Als je nieuw koopt, die van mij, kost ze rond de 5000 euro. Maar je hebt natuurlijk, je hebt van die goedkope Lumach dingen, Janssen, weet ik veel. Hè, bij de, hoe heet dat, HBM. Van dat soort materiaal, 1500 euro heb je nieuwe. Maar ja, wat heb je dan? Maar je hebt ze natuurlijk, want die van mij is handgestuurd, hè. Heel veel werk. Maar als je zegt, hey, ik wil hem hydraulisch aangedreven met zo'n kop erop van Vermeer of een ander merk. Ja, dan kom je in een hele andere prijsklasse. Als je bijvoorbeeld een Predator wil hebben, die kost gewoon zo'n ding kost gewoon 50.000 euro. Maar ja, nogmaals, als jij daar het werk voor hebt, als je elke dag stronkjes staat te frezen, dan is dat het waard. Er zitten wel wat haken en ogen aan natuurlijk. Er zit wat onderhoud aan. Je moet even zorgen dat het ding een beetje in goede staat is. Dat de benzine ingaat, dat de bijtels scherp zijn of worden of af en toe even vervangen. Dus dat zijn wel wat dingetjes. Maar verder een stoppenvrees, jongens, daar kun je zo makkelijk een aardige zakcent mee verdienen. Ik zou het echt iedereen aan kunnen raden. Het stronkje wat ik nu net heb gedaan, reken daar ongeveer 100 euro voor. Nou, dat betekent dus eigenlijk als je zo'n machine koopt voor 2000 euro, 20 stronkjes heb je eruit. Maar meestal, dit was even op het dorp, weet je wel, en dan dingen half rot. Nou, dat is zo gebeurd. Maar de meeste stronken die ik aanneem zijn minimaal 150 euro. Meestal zelfs rond de 200. En wat grotere stronken erboven. Maar de meeste stronken die ik aanneem rond de 200 euro. Dat betekent 10 stronken, je hebt dat ding eruit. Dat is toch niet te geloven? Eigenlijk moet je daar helemaal niet bij nadenken. Als je de plek hebt, dat is natuurlijk ook een dingetje. Als je de plek hebt, moet je dat altijd doen. En het grote voordeel daarvan is dat je niet eerst iemand anders moet bellen om een afspraak te maken met de klant. Geld erbovenop, ertussen zitten, dat soort dingen. Hoeft allemaal niet. Je neemt het gewoon zelf aan en alle centen die je ermee verdient, die zijn voor jou. Ik heb het nu over de stoppenvrees, maar er zijn natuurlijk nog veel meer machines. Hè. Trekkers, kranen, dumpers, weet ik wat allemaal. Veegmachines. Dat zijn allemaal machines hè, die wat aan jou... service toe kunnen voegen en waar je gewoon weer geld mee kunt verdienen. Dus als jij het werk hebt, als jij merkt van, hey, er zijn steeds meer klanten die ik tegenkom die vragen om het verwijderen van een stronk, moet je dat ding gewoon aanschaffen. Dat is echt, daar moet je niet eens over nadenken. Nogmaals, als je de plek hebt, ik zou bijna zeggen, anders moet je de plek voor maken. Ja, dus dat is echt iets om erg te houden. Als jij klanten hebt die regelmatig vragen, zou je misschien ook mijn vlonderterras schoon willen spuiten? Koop dan een hoge drukspuit. En niet een klein ding en een gaar ding. Nee, even een goeie. Met een paar beurten heb je dat eruit en dan kun je de rest van van het leven van dat ding, kun je er super veel geld mee verdienen. Heel erg leuk. Maar, luister wel goed hè, ik zei net als je er het werk voor hebt.
Ik kijk wel eens op Marktplaats. Dan zoek ik even op een Stihl MS 880 of 881. Hè. Die grootste in het assortiment van Stihl. En bijna alle Stihl MS 880's of 088 of wat dan ook die aangeboden worden, die staan allemaal te koop. En waarom? Omdat ze bijna niet gebruikt worden. Dus je moet er wel het werk voor hebben. Het heeft geen zin om een MS 880 in je schuur te hebben liggen die je maar twee keer per jaar gebruikt. Dan kun je er bijna beter eentje huren. Ja, die worden namelijk altijd onderhouden. En thuis, als het ding stil staat, is het niet goed voor de machine. Dus als jij er regelmatig gebruik van maakt, laat zeggen, je zou een MS 880 één keer per maand nodig hebben, moet je hem altijd aanschaffen. Maar ja, hè, ik heb die dingen bijna nooit nodig. En in Nederland, ja, staan niet van die, ja, ze staan er wel hoor, maar de klussen die ik krijg, van die echt die grote klussen, misschien twee per jaar, nou, die kan ik gewoon met de 441 en de MS 660. Dus voor mij is het helaas niet nodig om zo'n MS 880 aan te schaffen. Misschien ook maar gelukkig. Ja, want als jij wel eens met een 880 in je handen staat, dan weet je dat ding is loodzwaar. Nou, valt er misschien wel mee hoor. Maar dat ding weegt geloof ik 10 kilo. En dan heb je nog het zagenblad erbij, de ketting en dergelijke. Maar ja, je hebt wel een ding van 100 cc of zo in je handen, hè. 100 cc, dus gewoon twee keer zo groot als een scootermotor. Daar loop jij gewoon mee in je hand. Ja, dus als je kijkt naar gewicht vermogen, is natuurlijk aardig prima, maar je hebt alsnog wel 10, misschien wel 12 kilo in je handen. En ja, als je het aan mij vraagt, werk ik liever met kleinere zagen. Dat verdient ook vaak, laat zeggen, minstens net zoveel. Dus ik werk liever met de kleinere zagen. Dat betekent dat je ook minder diameter van hout hebt, waar je mee hoeft te lopen, te duwen, te trekken, wat dan ook. Ja, dus. Maar goed, dat is misschien voor een andere video. En net als altijd wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video over het stobbenfrezen, het frezen van de stronk. Hier in die bruggen met het prachtige weer wat er eindelijk is tegen de tijd dat deze video uitkomt. Ja, zit wel bijna in de zomer natuurlijk. Maar goed, geniet iedereen van het lekkere weer. Neem lekker een biertje erbij, zou ik zeggen. Geniet van het lekkere weer en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Tot ziens!